Yo mensen, tof en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Hardcore. Jongens, jullie zien het al aan de titel, 1.11 is uit. Ik ben super hyped. Eindelijk weer een nieuwe patch. Ik ben super blij. Ik ben echt super blij. Wat we ook vandaag meteen gaan doen, en als jij nieuw bent, dit is een Hardcore serie. Wij gaan meteen op zoek naar een dungeon. Er is een nieuw soort dungeon is toegevoegd. Alleen, ik zit in een amplified wereld. En er is nogal heel erg moeilijk en het wordt heel erg lastig om zoiets te gaan vinden. Zoals je al ziet, ik heb ook geen minimap. Ik gebruik meestal een minimap. Maar die doet het ook niet, want die is kapot. Is best wel logisch. Elke keer als er een nieuwe update is, dan gaat die kapot. Dus nu ook. Dat is best wel logisch. Maar wat wij deze aflevering vooral gaan doen, is ontdekken. Dus er is best wel heel veel, zijn er best wel heel veel nieuwe dingen bij. In de end zijn er nieuwe dingen bij. En in de wereld zelf zijn er een paar nieuwe dingen bij. Er zijn een paar hele vette items zijn erbij gekomen. En die wil ik proberen te vinden, zo snel mogelijk. En ik ben helemaal vergeten mijn bed mee te nemen. Dus we gaan terug. Ik ga terug en ik ga mijn bed even halen. God damn it. Lekker dan, Sam. Goed begin hier zo. Goed begin. Oké, dus ik heb mijn bed, ik heb mijn furnace en mijn eten heb ik meegenomen. Gelukkig, anders was ik dat helemaal vergeten. Het zou super naar zijn. Maar, dus, de nieuwe update van Minecraft is er. Zoals ik al 10 keer zeg, nu al. En wij gaan op zoek naar een nieuwe dungeon. En om dat te doen, moeten wij eerst heel erg hoog zien te komen. En, voor een paar afleveringen geleden had ik al een nieuw continent gevonden. Daar zijn we nu. En dat is allemaal nieuw wereld. Nieuwe wereld. En dat heb je meestal nodig. Want als jij in een oude wereld zit of een oude plekje. Dan genereert geen nieuwe wereld. En ik wil ook even meteen mijn clouds. Wil ik even off doen. Hoppakee, want niemand houdt van clouds. Ik vind het echt vreselijk. Dus wij moeten planes gaan vinden. En wij hebben een heel groot huisje. Dat klinkt wel grappig. Een heel groot huis moeten wij gaan vinden. En waar gaan we dat vinden? Dat is een hele goede vraag. Ik heb ook werkelijk geen flauw idee. Je kan ze vinden in forests, als het goed is. En je kan ze vinden in plains. Als het goed is, in die twee biomes kan je ze vinden. En wij gaan gewoon zo ver mogelijk reizen. Zo ver mogelijk dat we kunnen. Het maakt helemaal niet uit of ik verdwaald raak of iets dergelijks. Ik ben er klaar voor om verdwaald te raken. Ik wil gewoon heel graag een nieuwe dungeon vinden. En als we die vinden, ben ik heel blij. Kijk, daar, dat is dus plains. En er is een grote kans dat we hem hier kunnen vinden. Dat zal heel vet zijn als we hem al in één keer vandaag kunnen vinden. Ik ga er niet vanuit dat we hem vandaag gaan vinden. Moet ik wel eerlijk mee zijn. Ik ga er echt niet vanuit dat we hem vandaag gaan vinden. Want het is, die dingen zijn heel erg zeldzaam. Dus ja, dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Maar we zitten wel in de goede biome. We zitten momenteel gewoon in plains. En hier kan je ze gewoon vinden. Dus dat is wel heel, daar ben ik wel heel erg blij mee. En ja, we gaan gewoon verder. We gaan gewoon, kijk, die biome daar, die we daar zien met bomen en dergelijke, daar kan je ze vinden. Dus hier moeten wij goed gaan zoeken. En ik wil ook hier eigenlijk naar boven gaan. Ik zie daar ook een roofed forest. En het zou heel fijn zijn als ik nu een minimap had. Want dan kon ik zo even kijken of het hier in de buurt zit. Nou, zie ik hier alleen maar hout en eigenlijk niet echt veel. Maar dit is wel allemaal een nieuw wereld. Wat natuurlijk wel gewoon mooi is. Dus we hebben kans dat hij hier zomaar kan spawnen. En dat zal je zien. Dat ding is echt super groot. Echt super groot. En laat trouwens ook weten wat jij wil zien in 1.11. Wat er misschien allemaal nieuw is. Maar dat ik dat nog niet weet. Er zijn heel veel nieuwe items geadd. Heel veel nieuwe wereldgenerations zijn er gefixt. Dus zoals dus die dungeon. Maar wat is er nog meer nieuw wat er bijvoorbeeld niet in de patch notes stond? Laat het even weten. Laat gewoon alles weten in de reactie wat er allemaal nieuw is. Want dan ga ik dat gewoon volgende keer lekker lezen als ik terug ben. Waarschijnlijk van vakantie, want ik ben dit weekend op vakantie. Dit neem ik ook. Ik ben ook heel erg blij dat het niet tijdens mijn vakantie is dat hij uit was gekomen. Maar gewoon voor de vakantie nog. Zodat ik dan gewoon nog chill kan opnemen voor jullie. Dat we ook nog in ieder geval 1.11 content hebben. Dat vind ik natuurlijk ook super fijn. Kijk, hij zou hier kunnen spawnen. Dit zou een mooi plekje zijn dat hij kon spawnen. Heeft hij helaas niet gedaan. Wauw, ik ging bijna dood daar. Gelukkig heb ik verder falling. Daar ben ik echt heel erg blij mee dat ik die heb. Dus we kunnen niet zomaar doodvallen. Maar hier is hij niet. Dat is ook een plekje waar hij kan spawnen. Bij, ja, daar zo. Ik weet niet precies wat voor biome dat is. Maar dat is ook een plekje waar ik kan spawnen. Voor de rest, ik zie helemaal niks. Helemaal niks speciaals. Nada, nothing. Ik hoop dat hij überhaupt wel in zo'n biome kan spawnen. Want ik zit natuurlijk in Amplified. Een Amplified wereld. En Wolf fell from the high.
wolfjes, vermoord jezelf alsjeblieft niet. Oké, allemaal wolfjes gaan dood. Wow. Weet je wat? Gelukkig ben ik het niet. Laat ik het zo houden. Het is wel zielig voor mijn wolfies, maar gelukkig ben ik het niet, oké. Dat is eigenlijk heel erg egoïstisch, maar het is wel zo. Oké, laten we daar naartoe gaan. Ik weet niet of het me gaat lukken. Het zou wel moeten... Ja, het zou makkelijk moeten lukken om hier naar boven te komen. Oep. Zo. Tada. En we zijn hier boven. Lang leven een Elytra hebben. Serieus. Een Elytra is heel erg fijn om te hebben. Zo. En hierboven. We gaan even kijken wat we hier allemaal kunnen vinden. En ik wil natuurlijk ook allemaal hout meenemen. Hout is natuurlijk heel erg belangrijk. Want één houtblokje is natuurlijk, zijn natuurlijk 4 planks. En met die planks kunnen wij gewoon lekker omhoog gaan. Dus hoe meer hout we hebben, hoe hoger wij kunnen vliegen. Of tenminste kunnen klimmen, vliegen, whatever. Ja, dit ziet er niet goed uit. Want daar is sneeuw. En voor de rest... Ik zie niet ergens waar hij hier zou kunnen spawnen. Want hij spawnt niet in sneeuw. Dit is een probleem. Oké, dus ik heb even wat research gedaan. Ik heb even wat... even wat opgezocht, om zo te zeggen. Blijkbaar, als wij een village tegenkomen... En daar zit een villager in genaamd een cartographer. Goed uitspreken, een cartographer. Iemand die in ieder geval een map verkoopt. Als we daarmee praten dan, en we geven hem Emerald, dan kan hij een map geven van de Woodland Mansion. En zo heet het, de Woodland Mansion. En hij spant 10.000 blokken van je spawn af. Dus dat is best wel heel erg ver dat hij spant. Maar er is wel gewoon een dikke vet. We zijn sowieso 10.000 blokken verder. We zijn momenteel... Misschien zijn we niet eens 10.000, misschien zijn we maar 3.000 blokken verder. Ik weet niet precies hoe ver we zijn van ons span. We zijn in ieder geval best wel heel erg ver van ons span, dat kan ik wel zeggen. Het is ook niet voor niets een exploration update. Het is exploration, dus dat je gaat verkennen en dergelijke. Dat is deze 1.11 update, daar gaat hij eigenlijk echt over. Maar ik vind nog helemaal niks en ik zal nog even wat laten zien. Hij can only be found in the roofed forest biome. Oké, dus dat is veranderd, want ik dacht dat hij ook gewoon spant in andere biomes, maar blijkbaar spant hij alleen maar dus in de roofed forest. Dus dat wist ik niet. Dus hij spant niet in hilltops, niet in hilltop. Wat de? Waar ben ik al geweest? Oh, daar kom ik vandaan. Ja, ik wou net zeggen, daar kom ik vandaan. Ik word helemaal gek. Ja, hij spant dus ook niet in plains. Hij alleen dus rooftops. En rooftops was aan deze kant. Nu gaan we weer een beetje terug, dat weet ik. Maar als het goed is, was hier ergens een rooftop. En dat is een swamp. Dat willen we ook niet. Maar wat is ook helemaal niet erg, is dat we zo veel gaan reizen. Want we willen natuurlijk, uiteindelijk willen we ook een village tegenkomen. En natuurlijk zo'n map gaan kopen. Maar we gaan nu wel een beetje de weg terug. Want ik wil een beetje eromheen. Ik wil niet echt non-stop super ver gaan. En dit ziet er niet goed uit. Wow, ik vloog ineens super ver omhoog, wat ook vreemd was. Ik heb natuurlijk wel mijn boog. Dus wat we gaan... We kunnen natuurlijk oneindig gaan vliegen. Als het werkt. Ik weet niet precies meer hoe het werkte. Maar we kunnen oneindig gaan vliegen. Laten we even kijken of dat gaat werken. Willen we natuurlijk eerst even wat eten. En laten we kijken of we daar naar boven kunnen gaan. Want dit is mogelijk. Oh, daar is een village. Nice! En ik kan niet eten. Want alles moet nog generaten. Wat super irritant is. Ik wil heel graag eten, want anders kill ik mezelf. Zo, hoppakee. Maar even kijken of het werkt. Zo. Dus. Blijkbaar. Oh, ja, nou hoor. Oké, dan werkt hij. Alleen, het werkt heel erg ongemakkelijk. Omdat je kan niet schieten als de wereld moet laden. Dat is echt heel erg naar. En nou, zoals je al ziet, het werkt niet echt veel. Maar ik had één schot. Eén schot werkte. Ik heb helaas ook geen emerald. Dus al is hier zo'n dude, we kunnen niet met hem ruilen. Want we hebben geen emerald. Maar we kunnen wel de nieuwe village zien. Dit is een librarian. Nou, die verkoopt me sowieso niet. Projectile protection. Dat is wel heel erg nice. Er is hier een villager. Dit is de weaponsmith. Koopt ook echt niet iets speciaals. Waar is die villager? Die speciale village die wij zoeken. Is dit hem? Dit is hem, de cartographer. Dus hij heeft heel veel papier. Hij wil heel graag heel veel papier. En dit is de butcher. En hoe meer papier wij aan hem traden, hoe blijer hij natuurlijk wordt. En dan zo de deur op dicht. God damn it. Dus wij gaan hier denk ik gewoon even wonen. We gaan hier gewoon even een huisje fixen. Een plekje fixen. Zodat wij gewoon heel veel met die cartograph kunnen ruilen. En dan moeten wij wel wat reed voor hebben. En uiteindelijk hebben we natuurlijk papier nodig. En om papier te maken...
heb je natuurlijk reed nodig. Nou, dat is een heel mooi plekje voor sugarcanes te fixen. Dus laten we daar naartoe gaan. En als het goed is, kunnen we daar gewoon heel makkelijk naartoe vliegen. Kijk, nu maken we ook gewoon een soort van toren waar ik gewoon heel makkelijk zo naartoe kan. Van, yo man, hier is een village. Dan zie ik dat in ieder geval heel duidelijk. Laten we daar naartoe terug gaan. En kijk, hoppakee. En nu schiet ik mezelf dus. En je ziet al dat ik echt ontiegelijk hoog vlieg. En hier spant, als het goed is, wel reed. Dus dan kunnen we dat even makkelijk pakken. Of sugarcane, maar net hoe je het noemt. Ja, waar liggen die dingen? Kijk, nu mag ik dus niet meer schieten. Het is echt heel ongemakkelijk wanneer je kan schieten en wanneer je niet mag schieten. Sugar canes. Alsjeblieft. Ik weet dat jullie hier ergens spannen. Maar waar spannen jullie? Laat ik ook ondertussen even wat hout meenemen. Ja, sugar canes. Kijk, hoppakee. Met echt miljoenen kippen hiernaast. Dus laten wij ondertussen even allemaal eten gaan fixen. Ik bedoel, waarom niet? Nu we toch hier zijn. Kunnen we heel mooi even allemaal kippen slachten. Hoppakee. XP fixen. En natuurlijk wat eten fixen. Wat het belangrijkste is. Hoppakee. Kijk, hier liggen heel veel sugarcanes. Dus die kunnen we allemaal zo weghalen. Het zijn toch sugarcanes? Ja, het zijn sugarcanes. Ik zeg heet het reed of sugarcanes. Eén van de twee. Maar het zijn alle twee precies hetzelfde. Old school Minecrafters will know. En deze kan weg. Laat ik even heel veel troep weggooien. Wat ik gewoon niet nodig heb. Zoals dit. Hoppakee. Daar liggen nog meer sugarcanes. Dus we gaan kijken hoeveel sugar... We hebben heel veel nodig. Want we hebben heel veel papier. Moeten we aan die dude geven. Want het zijn er niet... Ik moet er echt heel veel geven. Want ik moet hem levelen. Die dude moet level up gaan. En als we met hem traden. Dan gaat hij uiteindelijk level up. Dus we hebben gewoon heel veel van deze nodig. En we hebben uiteindelijk natuurlijk ook. Waarschijnlijk iets van 10 emeralds nodig. Dus we moeten wel een tijdje gaan traden met die man. Maar dat is niet erg. Dat is niet erg. Dat is ook wel weer leuk om te doen. Want het is er een keer weer eens wat anders. Dan wat ik momenteel allemaal aan het doen ben natuurlijk. Hoppakee. Leg hier even wat hout neer. Zodat wij hier omhoog kunnen. Zo. Hoppakee. En dan gaan we kijken of we kunnen schieten. En mezelf kunnen raken. Ik raak mezelf, maar hij werkt niet. God damn it. Cool, we gaan het nog een keer proberen. Come on. Schiet. Kijk, hoppakee. Kijk. Dit wil je zien. Alleen toch werkt het niet 100%. Ik wil even kijken. Is hier boven nog wat? Nee. Oeh, dit is wel een vissershuisje. Wat super vet is. Voor de rest, hier niet echt iets speciaals. Nee. Helaas helemaal niks. Daarboven is wel, ziet er wel super vet uit. Dit ziet er ook gewoon super vet uit. Echt super vet. Super vette village. Mag ik alsjeblieft vliegen nog? Dankjewel. Dan kunnen we hier heel makkelijk naar beneden. Zo. Zijn we veilig hier. Kunnen we al deze sugarcanes kunnen wij even hier neer gaan leggen. Want we willen natuurlijk meer sugarcanes dan wat we nu hebben. Hoppakee. Kijk, deze leggen we ook even gewoon allemaal op een rijtje neer. We hebben er 39 al, als het goed is. Dus we krijgen hier echt heel veel van. Dan moeten we gewoon even wachten totdat dit groeit. En dat zal waarschijnlijk de volgende aflevering zijn, jongens. Want dan is dit allemaal gewoon klaar. En dan gaan we traden met de cartographer. En dan gaan wij de Woodland Mansion gaan wij vinden. Ik ben heel erg benieuwd. 1.11 is uit. Ik ben super blij. Bedankt voor het kijken. Ik zie jullie de volgende keer weer. En ik zeg later.